Buschauffeurs moeten in het vervolg een screening ondergaan om het werk te kunnen doen. Suraj Sahadeolal, voorzitter van de coöperatieve vereniging voor de ontwikkeling van het Surinaams openbaar vervoer, FOSOF, vindt het triest dat het gedrag van buschauffeurs leidt tot desastreuze gevolgen. De FOSOF-voorzitter vindt het jammer dat door onverantwoordelijk gedrag van een buschauffeur een onschuldige burger het leven heeft gelaten bij een verkeersongeluk afgelopen zaterdag. Hiermee is het imago van het openbaar vervoer volgens hem wederom geschaad. Maar het moet onze wenkbrauwen eigenlijk niet fronsen. Want wanneer er geen beleid is met betrekking tot een goed geordend Surinaams mobiliteit, dan mogen wij zulke zaken in de toekomst nog steeds blijven verwachten. Ja, first, die komen op een of andere dag met een rijbewijs. Ze hebben een badslipper soms aan, een gewone slipper, een korte broek met een pet die aan één kant is gezet. En dan alleen hebben ze een rijbewijs in hun handen en dan willen ze achter een stuur zitten. En kijk, de meeste van onze eigenaars die werken ook mee om hun bussen aan zulke mensen te geven om het te gaan besturen. En laat mij zeggen, in het buitenland, wanneer mensen zich willen opgeleid worden als buschauffeur, dat er dan eisen zijn om een die je gaat moeten voldoen om zo'n opleiding te kunnen beginnen. Sahadeolal zegt dat het besturen van een bus een hele verantwoordelijke baan is. Echter is dat niet terug te zien in Suriname. Er is volgens hem geen beleid om een ommekeer te maken in het gedrag van de buschauffeurs. De oplossing hiervoor is een degelijke opleiding samenstellen, zoals ik dat eerder zei. Er moet één medische keuring test komen binnen de sector naar de chauffeurs toe. En die medische keuring moet ten alle tijde plaats kunnen vinden, dat men als een tussentijdse actie vanuit het ministerie van Volksgezondheid gaat moeten toepassen. Want er zijn heel wat chauffeurs die gebruik maken van allerlei dat men eigenlijk alcohol ook gebruikt en dat men ook allerlei verdovende middelen, ja, dat men ook gebruikt om bussen te rijden. En indien er controle gaat komen van het ministerie, dat men dat direct te weten gaat komen. Dus kortom, een medische test ondergaan voordat men het beroep zou willen uitoefenen als chauffeur. En verder is de opleiding ontwikkelen. En dat wij dan mensen met een bepaalde scholing minimale eis gaan moeten hebben om het te kunnen toelaten als buschauffeur. Ja, want dat hebben wij hier in het Suriname niet. Mensen hebben niet eens een tweede, derde klas getuigschrift van de lagere school. Met een rijbewijs komt men hier in Paramaribo bussen rijden. En we zien dat die mensen heel wat chaos zorgen. En dat kan niet. Dat is mens onverantwoordelijk bezig zijn. De buschauffeur die de dodelijke aanrijding veroorzaakte, verloor de controle over het stuur en ramde eerst een pick-up en een personenauto. Daarna reed het voertuig met een vaart een perceel op met het noodlottige gevolg. Nadat de chauffeur de controle over het stuur had verloren, sprong hij uit de bus. Behalve dat een tuinman dodelijk werd geraakt, zijn twee passagiers gewond geraakt.